leven loopt niet altijd zo als je het plant. Goedemorgen, het is donderdagochtend. We zijn kapot moe. Sarah was vannacht echt heel erg ziek. Die is halve nacht wakker geweest. En ik dus eigenlijk goed de hele nacht. Maar goed, we zijn er wel uit. Mila komt zo te brengen we naar school. En ik moet zo de dokter bellen. Ik hoop wel dat we gelijk terecht kunnen. En ik wil ook dat Sarah wel even wat eet nu. Ze heeft ook echt heel erg honger. En anders kan ze gewoon op de bank liggen. En ze kan vanmiddag nog slapen of vanavond terug naar bed. Dus. Mila is er ook. Sarah moet even mee naar school. Ja, en maar daar gaan we gelukkig weer naar de dokter. Want ik ben echt heel blij dat ik naar de dokter ga. Want ik heb echt, als ik ga hoesten, krijg ik gelijk weer echt heel veel pijn. Ja, maar het duurt helaas nog even. Want we kunnen pas 10:50 bij de dokter terecht. We zijn weer thuis. Sarah die zit op de bank. Ik hoop dat ze zo nog even kan slapen. Ik heb wel thee voor ons gezet. Oh, en ik zie het zo aan je gezichtje. Hallo meisje. Hoi. Voel je nog zo ziek? Ja, maar het was wel even fijn even buiten zijn, behalve de regen dan, hè? Even een fris neusje voor jou. Fris neusje. En dan gaan we zo even proberen of je nog kan slapen. En dan gaan we naar de dokter daarna. Wel heel lief, want de klasgenootje is jarig, maar dat miste ze natuurlijk. Dus ze kreeg wel gelijk al de tractatie met een zeeminstaart, dus ze was helemaal happy. Nou, hij zal wel even moeten wachten, want dat is nu met keelpijn. Ze heeft last met alles wat ze eet. Hier, want ik heb een kat die alles pikt. Met keelpijn doet alles doet pijn bij de nu, dus alleen zachte dingen die gaan goed. Maar ja, ik ben zo benieuwd wat de dokter zegt en of we er altijd aan kunnen doen. Want ik zou het zo sneu vinden als ze dit volgende week heeft. Ze is natuurlijk precies over een week jarig. En dan hebben we s'avonds een etentje, de dag erna de kindfeestje en de dag erna de grootfeest. Dat heb ik volgens mij al 100 keer verteld. Maar ik wil niet dat ze dat allemaal mist. Dus ik ben echt zo hard aan het duimen dat ze dan weer helemaal gewoon op de benen is en helemaal beter. Want dit heen en weer kwakkelen, daar word ik ook helemaal gek van. Wel gelijk een video aan te renderen. Nou, Sarah voelt zich nu even iets beter. Net lag ze echt aapgapen op de bank. En we gaan nu dus naar de dokter. En nu schijnt zonnetje. Als we buiten lopen regent het. En als we binnen zitten of in de auto, dan is het lekker weer. Het gaat goed, hè? Ja. Ja, ze zit even voorin. Ik weet eigenlijk weer niet wat jullie zien. Want ik kan mijn schermpje niet uitdoen als de camera daar staat. Nou, ik ben heel benieuwd wat de dokter gaat zeggen, want ik zat net nog op de app. Mijn moeder is uit de klas, maar er heerst op school longontsteking, keelontsteking, norovirus, gewone buikgriep, griep, een paar verkoudheden, noem het maar op. Echt, het is echt zo erg op school en alle kindjes, alle ouders worden ziek, echt. Ja. Dus een vriendin van me en een... niet zo'n vriendje. Die zijn ook al ziek. Ja, en een vriendje van jou die is nu wel weer op school, maar die is ook nog niet helemaal lekker. Nou, inderdaad wat ik dacht. Ze heeft een keelontsteking. Een virale, dus daar werkt antibiotica niet tegen, maar ze mag wel pijnstilling. Ik geef nooit zomaar pijnstilling, maar nu gaan we het gewoon heel licht dekken. En wat moesten we gaan halen van de dokter? Weet ik niet meer. Jawel, daar was je heel blij. Van de dokter moesten we gelijk naar de supermarkt, want we moesten iets halen. IJsjes. IJsjes. Mm-hmm. Nou, laten we dat dan maar even doen, want je bent nu wel even wat fitter dan daarnet. Dus daar maken we gebruik van. En ik heb vandaag een afspraak aangestaan bij de kapper. Dus we kijken even voor ons allebei. Dus we kijken even hoe het zo met... Voor mij bij de pony. Kijk maar. Ja, nou, we doen gewoon je hele haar, maar... Nou, tijd voor je straf omdat je ziek bent. Je moet nu gewoon verplicht ijsjes uitzoeken. Ik zou perenijsjes sowieso doen. Die zijn altijd goed. En dan mag je nog een doosje uitzoeken. Zie je de perenijsjes daar? Ja. Ja.
Pak hem maar. Ik wil niet. Nu koud katten. Is het te koud? Oh, aansteller. Peerijsjes. En wat nog meer? Nou moeten we... Spinners. Nee, die spinners? Ja, maar ik kom achter. Nou, je hebt in ieder geval weer praatjes nu op dit moment. Nou, de spinners. Ik wil deze. Spinner eten. Ja, wil je spinners eten? Nou, dan moet je die thuis maar verplicht eten. Twee. Ja, twee. Ja, omdat dat heel goed is. Oké. Okay. Ja, nu is het op doktersadvies. Of voorschrift, zeggen we. Je moet gewoon ijs eten. Ik ben heel blij. Ja. Want ijs is lekker. Nou, lang leven keelontsteking dan maar. Kijk eens, Mop. Moed van de dokter. Verplicht ijsjes eten. Ik moet heel voorzichtig zijn, want hier heb ik pijn anders. Oh, ja, die nieuwe tanden zijn nog een beetje gevoelig, hè? Ja, toch... lekker ook zo. Toch oppas voor Sarah geregeld, want die zag het echt niet zitten. Dus zelf nu onderweg naar de kapper. En Sarah is met opa filmpjes aan het kijken, dus die vermaken zich wel. Het werkt perfect voor ze zo, aangezien ze gewoon alleen maar bank hangen. En nou hopen dat ik daar nog even een afspraak voor Sarah kan maken in de aankomende week. Dat de haartjes toch even nog in orde gemaakt kunnen worden voor de verjaardag. Want dat was natuurlijk de planning. We zitten nu op een week. Maar ja, het leven loopt niet altijd zo als je het plant. Thank you.
ik ben klaar bij de kapper en ik ga laten zien wat het is geworden. Heel veel er vanaf, nieuwe kleur. Ik ben zo happy met mijn haar. En het is echt zo licht. Hier is denk ik echt zo'n stuk af. Ik vind het echt top. Ja, ik ben zo happy. Ik ben weer met mijn kleine zieke meisje. En ze wil dus zo niet lekker. Wil je nog wat zeggen ook? Wil je alleen met televisie kijken even? Ah, het stemmetje echt, het breekt me elke keer als ik het hoor. Ik ben weer thuis en ik zit nu dit te kijken. Dus dat ben ik aan het kijken, ik doe mooi. Ik doe me helemaal trots. Maar... Ik heb net Sarah naar bed gebracht, maar ik heb even bij haar gelegen tot ze in slaap viel, want ze voelde zich echt niet lekker. Maar ik moet zeggen, dat duurde nog wel even. Ik kan het zo goed richten, niet veel tegelijkertijd. Ik zie gelijk maar in het schermpje. Ik ben er echt heel, heel blij mee. Ja, ik vind het echt lekker even. Het is denk ik... Oké. De yoghurt valt gewoon spontaan uit de koelkast. Waarom? Staat in de deur. Dus hoe die dat gedaan heeft. Oh, ik snap het al. Dus hij stond scheef. Dus hij was zijn gewicht stond verkeerd. Dat heb je als je kind ook aan de yoghurt zit. Maar goed, het duurde even voor ze in slaap viel. Want ze voelde zich echt niet lekker. Dus ik denk, dan blijf ik even bij haar. En ik vond het wel even gezellig. Even samen knuffelen op bed. En toen nog ook een beetje licht kletsen samen. Ik heb nu wel echt honger. En ik ga wel even gezond snacken. Dus toen dacht ik net, ik heb nog draaifles. Ik heb ook besloten dat ik Sarah gewoon niet naar school laat gaan morgen. Al hebben we Mila wel in de ochtend. Dus die brengen we even naar school. Ik moet daarna naar de fysio. Dan gaat Sarah naar mijn moeder. En dan gaan we gewoon gaandeweg even kijken hoe ze zich die dag voelt. Maar ik heb zit ja op school is het... Nou, ik denk ze mijn camera hier neer, maar het werkt allemaal niet mee. Kijken of die blijft staan. Ik hoop van zeker. Maar goed... Dan gaat ze naar mijn moeder. Ik moet echt wel even naar de fysio weer even los. Zeker met de aankomende week. Dus ik wil het ook niet verzetten. Maar of ze nou hier ziek op de bank ligt of bij oma. Dat maakt weinig uit. 'S Ochtends Mila naar school. En ik vind het wel even lekker ook voor de... Is toch even buiten. Even een klein loopje. Anders zit ze ook maar zo binnen. Ik denk dat frisse lucht ook wel heel erg lekker is. Als je je niet lekker voelt. En ik hoop zo dat het over is voor volgende week. En dat ze gewoon... Zich dan weer helemaal top voelt. Ik zou het zo snel willen. Ze kijkt echt, ze telt een half jaar af voor de verjaardag. En echt elke keer gewoon samen in de agenda gaan tellen hoeveel dagen het is. Dus echt een half jaar lang. Als ze dan ziek zou zijn met de feestjes en dat het niet door kan gaan. Nou, dat zou ik zo erg vinden voor haar. Oh, en dit is de laatste avond dat ik helemaal alleen ben. Als het goed is. Nee, moet wel. Marco komt morgenavond, ja wel laat. Maar dan komt hij naar huis. Dus dan ben ik bijna 2 weken alleen geweest 's avonds. Dat is wel eens lekker. En ik heb daar echt totaal geen moeite mee. Ik ben het ook gewend. Vanaf het begin van onze relatie was die altijd heel veel weg. Dus ja, het is voor mij niks nieuws. En ik kan prima alles in mijn eentje. Ik heb er niet heel veel moeite mee. Ja, na bijna 2 weken is het ook wel eens leuk om niet in mijn eentje meer 's avonds te zijn. En elke avond oppassen regelen doe je ook niet. Ja, om je heen hebben mensen ook gewoon kinderen. En die gaan ook niet elke avond oppassen regelen. Dus niet handig nu een druif in mijn mond stoppen, maar goed. Je appt wel of je belt wel, dus je hebt wel contact. Maar het is wel anders. Maar goed, ik spreek gelukkig op school altijd wel de mama's en zo. En met de overblijf heb je ook wel contact. Dus je hebt ook nog wel ander contact.
overdag. Omdat afspreken tussen school en alles, ja, dat is gewoon lastig. Mensen werken. Mensen hebben het druk. Of ze rennen ook van school naar alles. Maar op die manier heb je ook gewoon nog normaal volwassen contact. Ik ga het drijfje even eten. En dan ga ik even snel, denk ik, een half uurtje editen. En dan ga ik mijn bed alweer in. Het is echt erg. Ik ben zo aan het editen. Ik zit gewoon echt zo te knikkenbollen. Ik voel me gewoon al ergens in slaap vallen. Dan heb ik natuurlijk met Sarah ook wel echt slecht geslapen de afgelopen dagen. Maar dit is gewoon weer een heel ander verhaal, zeg maar. En dat heb ik echt nooit. Maar ik ga hem dus gewoon afsluiten. En ik sluit ook gelijk nu de vlog af. Want ik denk dat ik het anders zo echt ga vergeten. Zie je, ik ben gewoon aan het vertrekken. Dus heel snel bedankt voor het kijken en tot morgen.